NTR. Een onuitputtelijke bron van energie, zonder CO2-uitstoot. Wat ik ook magisch vind, is dat je echt stukken strand hebt waar gewoon een kilo zand gelijk staat aan vele duizenden liters benzine en energieinhoud. Every nation of the world could be energy independent, producing fossil fuel free energy, CO2 free energy, abundant energy. When I had the premiere of my film, I said that since I discovered the molten salt reactors, I told my son, you can have children. Thorium, al meer dan 50 jaar een belofte. Maar waarom doen we er dan niks mee? Radioactief afval, levensgevaarlijk. We hebben er nog steeds geen goede oplossing voor. Maar kernenergie is wel nagenoeg CO2-vrij en dus aantrekkelijk. Zo. Nuclear power plant. In the Paris Climate Agreement, we decided in 2050 we should be carbon neutral in the world because global warming is a big issue. How does nuclear come into this discussion? Well, climate change requires really to reduce the CO2 emission that we have, and the many renewable energy like solar and wind, they cannot provide energy consistently and predictably. Because so sometimes the wind is much stronger or the sun is shining and... Yeah, exactly. So you need always to have a backup of energy production, and that can be given by coal or nuclear, for example. So if you want to reduce the CO2 emission, nuclear can play really an important role. So for the stable basis of power, we might need nuclear for the foreseeable future anyway, but there are some downsides, you know. This one runs on uranium, and that produces waste, which is very dangerous for thousands of years, and there are always small chances of accidents, for instance. Is there a solution? Yeah, there are other solutions that are very interesting. De techniek van kernsplitsing heeft heel aantrekkelijke kanten. Het levert ongelooflijk veel energie op, er wordt nagenoeg geen CO2 mee geproduceerd en we kunnen er altijd op rekenen. Maar ja, dat radioactieve afval, dat nog tienduizenden jaren levensgevaarlijk is, ja, en die ongelukken die kunnen gebeuren. Het zou zo mooi zijn als er een vorm van kernenergie is zonder die nadelen. Wat een enorm terrein. Ja, hè? God, je hebt wel echt een waanzinnige plek uitgekozen om als natuurkundige te werken. Ja, ja, ik vind het fantastisch. Het doet veel meer dan zeg maar, gewoon echt puur aan natuurkunde te werken in een klein laboratorium. Maar je bent ook veel meer met andere mensen bezig. En dit gaat om het bouwen van beton, staal en kleine jongensdromen. Soms zie je grote vrachtauto's rondrijden. En dat vind ik wel mooi, ja. Het gaat hier in het Franse Cadarache om kernfusie. Deze uitdaging houdt wetenschappers al meer dan 50 jaar bezig. De internationale gemeenschap werkt hier aan het project ITER. Het halen van de zon naar de aarde. Want in de zon vindt voortdurend kernfusie plaats. Een onbeperkte, schone en veilige bron van energie. Wat proberen jullie hier in essentie nou te bereiken? Nou, wat je daar ziet, daar wordt de tokamak gebouwd. En dat is een machine waarin we proberen een heel heet gas, zogenaamd plasma, op te sluiten. En dat moet zo heet worden dat het eigenlijk heter wordt dan de binnenkant van de zon. En als je dat bereikt, dan kan je de elementen, de deeltjes in dat gas versmelten en daar komt energie bij vrij. En dat proberen we hier te bereiken. En als we die energie krijgen, dan kunnen we natuurlijk elektriciteit ermee opwekken. De tokamak waar Peter de Vries het over heeft, is de kernfusiereactor. Hierin moeten temperaturen opgewekt worden die hoger zijn dan die in de kern van de zon. 100 miljoen graden. Alleen dan lukt het om twee waterstofatomen met elkaar te laten fuseren. Zo'n fusie levert ongelooflijk veel energie op, zonder CO2-uitstoot.
Daarnaast is er heel erg weinig radioactief afval en minder kans op ongelukken. Het is heel gek. Ik ben niet zo lang geleden in Rome geweest voor het eerst. En dat gevoel dat me overviel toen ik de Sint-Pieter binnenkwam, dat heb ik hier ook een beetje. Die enorme ruimte. Het is enorm, hè? Ja. En deze ruimte is hier alleen maar om de machine in elkaar te zetten. Dit is niet waar de tokamak komt. Dit is alleen om de componenten voor te bereiden voor de installatie. Die dus uiteindelijk aan de achterkant, achter dit scherm hier, gaat gebeuren. Daar komt de tokamak te staan. We gebruiken daarvoor deze grote kranen die je hierboven ziet. En we moeten daarbij die componenten van de tokamak kunnen optillen, kantelen en op een hele nauwkeurige manier kunnen installeren. Kernfusie is heel veelbelovend. Maar het kost nog erg veel tijd voordat het zover is dat er stroom uit een kernfusiereactor komt. Zou er nog een andere optie zijn? Hello, Mr. Sorensen. Thank you so much for making the time for us and sending these this file about the breeder reactor. My pleasure. I'm just glad to send it to somebody who appreciates it. Het manuscript dat me is toegestuurd heeft 50 jaar op de plank liggen verstoffen. Het is een ontwerp voor de gesmolten zoutreactor, gemaakt in de jaren 60 door kernfysicus Alvin Weinberg. Weinberg stond aan de basis van kernenergie zoals we die nu kennen. Maar had al meteen in de gaten dat daar grote nadelen aan kleven. Weinberg ontwikkelde een andere methode, die net zoveel energie oplevert, maar zonder de nadelen. Hij testte zijn theorie in de jaren 60 succesvol in het Amerikaanse Oak Ridge. Why was the route of the uranium plutonium then chosen? Well, thorium, uranium, plutonium were all investigated during the Manhattan Project during World War II. But each of them were viewed in terms of their potential to make nuclear weapons. And it was clear that they were able to make nuclear weapons out of uranium and out of plutonium. They tried to make nuclear weapons out of thorium and uranium-233, but they found that it wasn't going to work well at all. In fact, it was a very bad idea. And so they shelved the thorium technology for the remainder of the war. And then when the war was over, all of the nations of the Earth that were interested in nuclear were looking at nuclear exclusively through the lens of how to make weapons materials. What are the advantages of thorium? Well, thorium is a very abundant material in the Earth's crust, about three times more abundant than uranium, almost as common as tin. And the energy density of thorium is utterly remarkable. You could hold your entire lifetime's energy supply in a small sphere of thorium no larger than a marble. And this thorium material is distributed in every country around the world, so no country has a monopoly on thorium. With this technology that was first developed at Oak Ridge in the 1960s, every nation of the world could be energy independent, producing fossil fuel-free energy, CO2-free energy, abundant energy, energy without environmental consequences, and reliable energy. Energy is available day and night, 24 hours a day. De methode van Weinberg levert veel minder radioactief afval op dat niet tienduizenden jaren radioactief blijft, maar slechts 300 jaar. En het risico op ongelukken in de reactor is miniem. Dus ik vraag me echt af waarom we hier niet met z'n allen groot op inzetten. Weinberg zelf is altijd in zijn eigen ontwerp blijven geloven. Het project was eventually terminated, but I still think that eventually people will come back to this way of trying reactors. Het klinkt allemaal wel erg goed. Thorium in een gesmolten zoutreactor. Maar het blijft een feit dat er radioactief afval mee geproduceerd wordt. Veel minder, met een veel kortere levensduur, maar toch. Ik blijf er bedenkingen bij houden. Die had Myriam Tonelotto ook. Zij is regisseur van de film Het andere gezicht van kernenergie. Ze was fel tegenstander. Tot haar werd gevraagd een film te maken over kernenergieonderzoek in Karlsruhe. Dat werd uiteindelijk een film over thorium. In de openingsscène schetst ze een toekomstbeeld hoe het had kunnen zijn.
There was a time when energy was a scary word. One among a full load, meltdown, contamination, liquidators, iodine, entire regions evacuated, cities in brownout, growing greenhouse effect. Where are we now? How do we make the world so much better? Right now, we're the largest producer of energy in the world. The energy of thorium. Tijdens haar research stuitte ze toevallig op de thoriumtheorie. To be honest with the work, I had to understand what they were really doing. Mm-hmm. And this meant really going to the physics of the nuclear fuel cycle. And then I discovered there was a second nuclear fuel cycle I had never heard about. The funny thing was that when they talked about this reactor, at that time, this was 5 years ago, they tended to first look around. Am I alone? Is there anyone that could hear me? Then, yes, it's interesting, but we're not allowed to talk about it. And I say, oh, that's even more interesting. Now I'm interested. Yeah. Our goal with the molten salt reactor experiment, or MSRE, was to exploit the molten salt technology to achieve the holy grail of nuclear development, a civilian reactor that would be both efficient and safe on its own. When I discovered the possibilities in terms of safety, in terms of waste, those reactors had, I didn't want to immediately fall in love with them. I had to check first. And I've been checking and investigating for 1 year. It took me 1 year to be strong enough in my conviction to say, to call my producer, say, we must do a film on that. And as an anti-nuclear, I'm now ready to talk about a nuclear reactor and not being against it. How did you come across this? I was fortunate to work with a friend when I first started working at NASA who had worked at Oak Ridge, and he made me aware that this research had taken place in the 50s and 60s. And I got very excited, and I asked, can we go to Oak Ridge and learn more? And so we did, and we talked to some of the people that had worked on the program and wondered why these things had not gone forward. And they said, well, it wasn't that it wasn't a good idea, it was a great idea. But they indicated that if we were able to scan some of the old documents into an electronic form and make them available, that would facilitate the research. And so that's what we did, and that's how we got those documents that you have now, and for the first time make them available to many, many, many people around the world. De thoriumtheorie van Weinberg wordt langzaamaan steeds breder opgepakt. In China en India wordt eraan gewerkt en in de Europese steden Karlsruhe, Grenoble en ook in Delft houden wetenschappers zich ermee bezig. So, here is the office of Jan Leen. Okay. See you later. Thank you so much. Bye-bye. Ik heb hier iets heel leuks. Ik heb hier namelijk voor jouw vakgebied volgens mij toch wel een beetje de Bijbel, toch? Ja, dit zijn de echte rapporten uit de jaren 50, 60. En speciaal dit rapport, want hier wordt een ontwerp van de reactor beschreven, wat wij als uitgangspunt hebben genomen 10 jaar geleden om het thoriumonderzoek te starten. En nu zijn we eigenlijk toch al een behoorlijk stuk verder al in het ontwerp van een gesmolten zoutreactor met thorium als brandstof. Want waarom is thorium in combinatie met gesmolten zout nou echt zo te gek? Ja, omdat je, als je thorium wilt gebruiken, je eigenlijk een reactor nodig hebt die continu gezuiverd kan worden. En als je een reactor hebt met vaste splijtstof, zoals de staven in de huidige reactoren, ja, dan gaat het heel moeilijk. Maar als je een vloeibare splijtstof hebt, ja, dan gaat het haast automatisch. Alle chemische processen die werken eigenlijk met de vloeistof. Want zoals nu kernreactoren werken, is je hebt vaste splijtstofstaven. Daar zit het spul in wat warm wordt. Ja. Uranium, plutonium bijvoorbeeld. En daar ga je water langs sturen om te koelen. En om de warmte mee te nemen om elektriciteit te maken. Ja, klopt. En nu maak je alles gewoon vloeibaar door elkaar heen. Ja, nu heb je alleen maar één vloeistofstroming met koelmiddel en splijtstof in één. Een van de onderzoekspijlers waar de TU Delft zich mee bezighoudt is hoe het gesmolten zout gedurende het thoriumsplijtingsproces schoongehouden kan worden.
Als dat niet gebeurt, hopen er zich metalen op in het zout en stopt de kernreactie. So Elisa, hi. Hi. What's this? What are you doing exactly? So this is a setup that we developed, and this to prove that it's possible to extract fission products, and in particular noble metals, which are metallic particles that precipitate in a molten salt reactor, from the salt online. But how do you remove things inside a reactor? So the idea is that these metal particles are dissolved and are in the fluid mixture, mm-hmm. and then we use bubbles, and so in particular helium bubbles. The bubbles collect the particles and are extracted. So the particles sort of lift with the bubbles? Yeah, exactly. Dus dit is nog een van die belangrijke stappen. Hoe haal je die vervuilende edelmetalen en producten uit je brandstof eigenlijk? En hoe ver zijn jullie? Want het werkt nu met regenpijpen. Ja, het is een beetje provisorisch. Maar zo gaat onderzoek. Dan kun je wel zien hoe het gaat. Tuurlijk. De volgende stap is om zo'n circuit te maken van metaal, wat ook zout kan weerstaan. Mm-hmm. En dan gaan we dus met een gesmolten zout aan de slag. Om te kijken of het op dezelfde manier werkt als met deze mix van water en glycerine. En enig idee wanneer dat nou, we gaat hopen gebeuren? Dat eind dit jaar werken te hebben. Het zout, met zout. Ja, het vliegtuig. Er zijn maar heel weinig mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de thoriumgesmolten zoutreactor. Dat aantal staat in schril contrast met de hoeveelheid mensen die werkt aan die andere vorm van veilige en milieuvriendelijke kernenergie. Aan ITER werken iedere dag 3000 mensen. Met een kostenplaatje van nu al 22 miljard euro. Wauw. Oh, die komen wel heel erg dicht bij de kern. Dit is eigenlijk het hart, de plek waar de zon gaat schijnen straks. Ja, dat is hier. En echt dichterbij kunnen we niet komen natuurlijk nu. En in de toekomst kan je natuurlijk hier helemaal niet meer komen. In de binnenkant hebben we ongeveer 100 miljoen graden. Wat we uiteindelijk moeten begrijpen is hoe we materialen in deze machine kunnen gebruiken die bestand zijn tegen die hele hoge temperaturen. Het betekent niet 100 miljoen graden. Aan de buitenkant van het plasma praten we over enkele duizenden graden. Nog best heet. Dat is nog steeds heel heet. Dus wat gebruik je daar? Dat kan niet gewoon materiaal zijn. We denken na over wolfraam. En het onderzoek daarnaar, dat wordt gedaan bijvoorbeeld in Differ in Eindhoven. Waar ze bekijken hoe plasma en materiaal samengaan. In Eindhoven staat de Magnum PSI. In dit apparaat kan metaal blootgesteld worden aan heet plasma, zoals dat ook in de tokamak gebeurt. Voor deze test is er een blok wolfraam vanuit ITER naar Nederland gestuurd. The challenge is how do you make wool materials that can withstand such a large amount of heat? Because it's really like trying to apply a blowtorch to the wall and then expect the wall to behave perfectly for a long time. I'm very scared to drop it. It took a long time to get this delivered here, so. This allows us to really make a more or less realistic study of how the material behaves. And so we can look at many different aspects of the wall performance. I think they're definitely very interested. This is something that has actually not been tried up until now, to go for this long time scale of the exposure. And so definitely this is going to be quite important to make sure that we do understand what's going on and there are no unpleasant surprises ahead. I think I see nuclear fusion is going to be a game changer when it arrives. It gives you the opportunity to make more or less limitless amounts of CO2-free energy. I'm certainly hoping that this project is a success. I think that it's really key to making a big difference to humanity's future. And that's why I got into fusion in the first place. Here we go. Start. It would be very nice to say that I played some role in it. Iedereen die zich bezighoudt met kernfusie is enthousiast over de potentie ervan. Maar of elektriciteit uit kernfusie ooit realiteit zal worden, is nog maar de vraag. Het is misschien gewoonweg te duur. Is het zeker dat dit gaat lukken? Het is nog steeds een experiment.
Dus er zijn altijd risico's die eraan vastzitten dat het niet zo gaat worden zoals we denken. Zijn er momenten geweest dat hier de wetenschappers zich echt wel achter de oren hebben gekrapt van, kan ik dit nog verantwoorden naar de gemeenschap omdat het zoveel geld kost? Dit is grensverleggend onderzoek en je kan al zeggen van oké, we stoppen er geen geld in. Maar dan ben je ook bezig om te zeggen van we nemen nooit geen risico meer om iets voor elkaar te krijgen. Om iets nieuws voor elkaar te krijgen zoals het bouwen van een zon op aarde. En dat moet je uiteindelijk doen. En dat is hetzelfde met de Space Station. Daar gaan we ook de ruimte mee in. Dat kost 100 miljard. Daar kan je ook van afvragen van wat levert dat op. Het levert op dat je je grenzen verlegt. Maar in het slechtste geval ben je met ongelooflijk veel mensen en ongelooflijk veel geld bezig met iets wat uiteindelijk niet dat gaat opleveren wat je hoopte. Ja. Dat kan gebeuren. Ja. Mensen zijn ook op de maan geweest, daar hebben we ook niks mee gedaan. Hoe kan dat toch? Dat er zoveel meer wordt geïnvesteerd in kernfusie dan in thorium. I had been very excited about other energy technologies before I learned about thorium, and very excited about solar and wind and geothermal and even fusion. And as I learned more and studied them, I'm an engineer, you know, I can run the numbers. And as I ran the numbers, I just became convinced these other technologies weren't going to work for the purpose of providing the energy that the world was going to need. It was too much material, too much space, too much intermittency, too far away of a technological accomplishment. And I despaired that we would ever find a form of energy that would be suitable for powering the whole world in a clean and sustainable way. And then when I learned about thorium, it looked to me as if this was the answer. And I don't see anything in the thorium reactor that causes me to think it cannot be achieved. In Kadarash, at the ITER project, every day 3,000 people are entering the site and working on nuclear fusion. Whilst on the molten salt reactor in France, only 15 people are working on that. That's so out of balance. It is. Unfortunately, the problem is it's a question of political symbol. ITER is not only a research project, it's a political symbol. It's a way of saying we want a nuclear research that will not lead anymore to bombs. This is the meaning of ITER. And this is why so much money has been put on it, not because the states do believe into fusion. They know it's in 200 years, they do know it, but it's a symbol. Molten salt reactors is a research led by small academic researchers that are just citizens thinking of their children, their grandchildren, and what will happen. It has nothing to do with a symbol, it has to do with reality. Heel relevant thoriumgesmolten zoutonderzoek wordt op dit moment gedaan in de kerncentrale van Petten. Afgelopen zomer is men begonnen met het bestralen van mengsels van zout en thorium. We hebben de mensen in Petten benaderd met de vraag om het onderzoek toe te lichten. Maar ze wilden helaas niet meewerken. In Europe, all the researchers working on nuclear energy, they are really torn between two dangers. From one side, they are not researching, especially if they are researching molten salt reactors, they are not pleasing at all the industry, the nuclear industry. Because it's a threat for the industry, again. It's a threat again for the industry. On the other side, they have the anti-nuclears, which do not want any nuclear research at all. So it's really a question of being under pressure from two sides. And they are still living like that. People in Delft, people in Petten, people in Grenoble, they are living exactly that situation. They have to be very cautious. Otherwise, they just have their funds cut down completely. Ik weet natuurlijk alle politieke discussies die om kernenergie heen zitten, maar als natuurkunde nerd vind ik dit gewoon echt ook mooi, deze techniek, technologie. Heb jij dat ook, neem ik aan? Ja, ik loop er wel warm voor. Ja, ja, het is een gevaarlijke woordspeling. Nee, ja, maar in alle serieus, ja. Waarom is dit zo mooi? Wat ik magisch vind, is dat je echt stukken strand hebt waar gewoon een kilo zand gelijk staat aan vele duizenden liters benzine en energieinhoud. En dat vind ik de nog steeds... De stranden waar thorium ligt. Ja, ja. De monazietstranden.
En dat is iets magisch voor mij. Zoveel energie in een kilo zand. Ja, ik vind het gewoon mooi. Speciaal voor iedereen.